Ik was een Joods meisje, ik droeg een ster. En ik denk dat mijn vader geregeld heeft op een of andere manier dat ik zou gaan onderduiken. Want ja, op een gegeven moment werd ik gehaald door een mevrouw en alles stond klaar en de sterren waren van mijn kleren af. En toen kwam ik via een tussenstation nog bij de familie Brandt. Ja, en daar ben ik zo gastvrij en zo vriendelijk en zo opgewekt ontvangen. En ja, ik deed mijn werk. Ik deed het huishouden dus, en ik speelde met het kleinste broertje. Maar verder, de risico's die ze ja, misschien onbewust hebben genomen, die waren toch wel enorm groot. Hoe belangrijk was de familie voor u? Ja, dat weet ik niet. Ik had geen keuze. En ik denk, het leven komt zoals het komt. En deze mensen, die waren zo moedig om iemand in huis te nemen. Ja. En dat was ik toevallig. Ja. Mijn opa en oma waren heel actief in het leger des Heils. En vanuit daar hebben zij ook te horen gekregen van, dat ze mensen zochten. En mijn oma is een zeer trotse en vieren oma geweest altijd. En dat lag gewoon in hun aard om mensen te helpen. En dat is waarom ze denk ik het gedaan hebben. Uiteindelijk hebben ze de orkronen gekregen, uitgereikt door de ambassadeur. Ja, heel bijzonder. Hoe bijzonder is dit dan vandaag? Ja, ik weet het niet hoe vaak dat gebeurt door de ambassadeur zelf, maar ik vond het heel bijzonder dat hij erbij was. Gewoon heel bijzonder. Het is iets, nogmaals, waar ik al jaren mee bezig ben samen met Felice, het meisje wat ondergedoken heeft gezeten bij mijn overgrootouders. En ik vind het gewoon echt heel bijzonder dat dat gebeurt.